Yo gasten van Belduxen, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Deze week heb ik weer iets super spannends gedaan. Ik ben namelijk met twee vrienden ingebroken in een verlaten klooster. En het was echt super vet om te doen. Maar voordat we naar het klooster gingen, zijn we ook nog naar een afgebrand huis gegaan. Omdat jullie namelijk vorige week het afgebrande restaurant zo vet vonden, dacht ik. Weet je wat, er staat met hetzelfde weer op. Ook nog een afgebrand huis. Laten we daar eerst even heen gaan. Doe even allemaal zoveel mogelijk blauw duimpje omhoog, zodat we weer de 1000 likes kunnen halen. Laat ook op het eind van de video een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, veel plezier met het kijken naar deze video. Oké, mensen, we zijn nu aan het lopen naar een verlaten afgebrand huis. Vorige week zijn we naar een afgebrand restaurant geweest. Ja, dat was echt fucking vet. Jullie reacties daarop waren ook echt gewoon super lijp, dus bedankt daarvoor. En daarom wil ik, voordat het close ging, gaan ook nog even naar dit huis toe. Want het lijkt me gewoon fucking episch om er even in te gaan. Nou, ben benieuwd, hè? Let's go. Daar is het huis, hè? En daar staat nou zo in, daar staat nou zo in, daar staat nou zo in. We zitten gewoon hier in een woonwijk, ja, dus we moeten niet te veel lawaai maken. Het zit gewoon compleet opgesloten, zeg maar, tussen de huizen, waar het licht gewoon nog allemaal brandt. Dus één keer de woonkamer aan uitkijken en ze zien gewoon hier ziek fel video lamp lichtachtig iets. Ja. Echt voorzichtig. Echt wel. Nou, let's go. We kunnen altijd zo bang voor die zwervers, hè? Gadverdamme. Holy shit, gast. Ik zag net een trap. Bij de voordeur. Ja, okay. Bij de voordeur. Dat is dicht. Dat is dicht. Wat is nou hier? What the fuck? Ik kan misschien wel hier kijken. Huh? Oh, hij is helemaal dicht. Wat is dit nou weer? Hoor je de geluid? Oh, het glas, man. Een heggenschaal of zo. Hij is uit. Ik kan een heggenschaal. Hij is nu uit. Maar je gaat weer. We kunnen dus niet naar boven, omdat er dus een plank boven de trap is aangelegd. En de deur hier, waarschijnlijk naar de kelder of denk ik, of een andere ruimte, die was helemaal dichtgemaakt. Ja. Oh ja. Gaan we kijken. Ja. Je ziet ons daar staan. Ja. Oh, ik schrok me helemaal de tering. Oh. Op, man. Teruglopen? Ja, weet gewoon, het voelt hier niet. Nee, het voelt hier niet veilig. Nou, dat huis viel dus redelijk mee. Alles was eigenlijk gewoon zo dicht als wat. We gaan dus nu naar het klooster. Dat is echt gewoon... Ja, dat wordt gewoon fucking eng. Ik heb wel echt heel veel zin in. De tuin schijnt gewoon te spoken. Het is wel echt gewoon eng, vooral 's avonds. Dus let's fucking go. Lopen ze juist de tuin in van het klooster. En het brandt gewoon fucking dicht. Fuck. Daar gaan we. Camera, dat is een camera. Ja. Tuurlijk. Echt. Kijk dan, zo is een camera. Ja. Er zijn gewoon mensen hier. Ja. Gast, is er echt een camera? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is zo'n blauw lach. Precies, dat raam staat er als eerste. Ik zie hem te kijken. Niet. Jawel. Wacht, ik zie hem staan. Zit te kijken. Want die weg, man, dat is echt kut. Ah. Op die weg, op die weg, op die weg, jongen. Gast, er stond iemand, ja. Is hij nou weg? Ja, hij is weg. Ja, dat is kut, man. Ja, ben benieuwd. Met die camera, die kan, daar kan niks met die camera. Precies. Oh, voor die hond? Zou dat iets van service zijn of zo? Ik kon blijven terug. Handhaven. Het enige raam dat open stond, was gewoon serieus het raam waar dat blauwe lampje... Waar de camera in stond. Waarschijnlijk is een goede camera. Net stond er dus mensen, ik weet niet of je dat, dat filmt, maar iemand stond daar dus op die weg. Kijk, en net wordt een hond blaf, straks is hij service met de hond, dus komt hij gewoon. Zo'n serviceman. We lopen nu gewoon even terug. Wachten gewoon even een tijdje, als er nog niemand is, dan gaan we via die andere kant, want er is nog een ingang. En proberen we dan gewoon in die tuin te komen, of misschien gelijk in te closen. Dat is een fucking kinderwagen. Gast. Voor ons, kijk dit. Yo, je helemaal gek. Huh? Opstaat, illuminatie. Oh, illuminati! Oh! Nee! Wat is dit dan? Oh. Illuminati. Ja, gaan we naar boven? Gaan we het doen? Zie je die trap hier? Ja, je ziet die trap. Zal ik het doen? Ja, probeer. Ik zie niks.
Oké, mensen, op het moment dat ik net van de trap afging, werden we gebeld door twee vrienden van ons die net voor het klooster stonden. Ze wisten dat wij deze avond naar het klooster gingen en zij kwamen er toevallig langs. Dus wij dachten, weet je wat, we gaan even naar de ingang van het klooster en we gaan gewoon met hun twee het klooster in. Want we vonden het met z'n drieën eigenlijk nog redelijk eng, dus het kwam wel goed uit dat zij er waren. Dus daarom even deze uitleg als jullie twee rare gezichten zien. Oké, dit zijn een fucking kerken. Nooit iemand, hè? Oké, we zijn aan de achterkant van het klooster geweest. We gaan nu in het klooster proberen te komen. En pas daarna, als er dan nog niemand is gekomen, proberen we gewoon in die tuin te komen. Die echt fucking eng te zijn. Maar voordat we dat doen, gaan we dus eerst even het klooster in, zodat we dat sowieso even gehad hebben. Ik vind het echt fucking eng. Ja, ik vind die licht, dat slaat ik nergens op. Nee, want zoals je net zag, al die fucking licht. Oké, let's fucking go. Wij zijn er 2 weken geleden ook geweest. Die fiets heb ik toen meegenomen, ben ik naar buiten op de fiets en heb ik daar ergens op de straat neergezet. Nou staat er weer. Dat betekent dat er in de afgelopen 2 weken gewoon iemand is geweest die op de straat die fiets heeft gezien en precies op dezelfde plek weer heeft teruggezet. Nee, daar woont dus gewoon iemand. Er is dus iemand hier die zijn fiets gewoon weer terugzet op zijn plekje. En al die lichten in combinatie met deze shit. Ja, er woont toch gewoon iemand. Zet dan maar koffie en water en weet ik wel maar. Ja, ik sta nu hier voor de deur. Stef heeft vorige keer deze deur open zien staan. Alleen de rechterdeur, linker niet, die staat nu ook op. Hoor je iets? Nee, ik kan het. Kom, loop door. Maar toen is hij niet in geweest. En nu twijfelen we dus of we erin gaan. Gaan we er goed in? Ja, we gaan erin. Let's go. Gaat het licht uit? Kom terug. Ja, ik hoor er iets. Beter gewoon 1 keer fucking snel erin, want het is echt kut. Dan gaan we gewoon gelijk. Nee. Ja, dat is mijn auto. Ik hoor dit. Gaan wij maar heen? Waar moeten we heen? We zitten helemaal opgesloten. We moeten via de kant op. We moeten over in Mainz staan. Ja, kom. Ja, gaan we doen. Kom lopen. Kijk, daar staat een auto. Ik hoor iemand lopen. Oké, jongens, we zitten weer op onze fiets. Stef en Tim, die net even mee waren, zijn de andere kant op de fiets. Die hadden een fiets ergens anders staan. Ik krijg hem helemaal kapot. Voor de voetstappen? Eerst zijn voetstappen daar, dan zag of hoorde Stef lopen. Luc, wat is er nou? Weet gaan we daar, kom. Ja, adrenaline bij mij in het lichaam, man. Het staat nergens. Ik ook, jongen. Jezus. Stef, gast, wat was er nou? Ja, ik hoorde iets lopen, joh. Maar het was die kant van die caravan, toch? Waar het vandaan kwam? Ja. Hoorde ik serieus daarvoor ook al iets lopen? Ik zweer. Maar Tim zei het ook al. Ja, hoorde je het ook? Hoorde je het ook? Hoorde ik al. Ik had het idee dat die auto gestopt was en daar helemaal slopen of je de zijkant was gaan pakken. Je zag ook dat rode licht. Dat leek het ook. Zag ik dat rode licht in de verte van de camera. Het kwam nu via de linkerkant dat hij erop gaan lopen. Ja. Ja, dat was echt, er liep sowieso iets. Ik zweer dat ik hem al eerder hoorde. Ja, ik hoorde dat toen in de vel liep, hoorde ik ja, ik zweer nou het. Even rusten. Oké, jongens, dat was de video weer voor deze week. Vonden jullie de video leuk? Laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Laat ook een leuke reactie achter als jullie deze video leuk vonden. Deel me even anders via Facebook of Twitter als jullie het echt heel leuk vonden. En dan zou ik zeggen, volgende week zondag ben ik weer met een nieuwe video. Ik wil hier niet met mijn